Onze hersenen verbinden met computers. Dat is het doel van Elon Musk, multimiljonair en oprichter van Tesla Motors, SpaceX en Neuralink. Toen hij in juli 2019 de nieuwste ontwikkelingen van Neuralink voorstelde, toonde Musk ons een toekomst waarin mens en machine samensmelten. Een toekomst van cyborgs. Niet dat Musk dat woord gebruikte, want blijkbaar was hij bang dat het beelden zou oproepen van angstaanjagende mensmachines. Dus sprak hij van brain-machine interfaces. Brain-machine interface, brain-machine interface, brain-machine interface. Systemen om machines en onze hersenen met elkaar te laten communiceren, met als einddoel om ze te doen samensmelten. Dat klinkt toch verdacht veel als iets cyborg-achtigs. Maar geen paniek. We proberen als mens al duizenden jaren om de gebreken van ons lichaam te overstijgen met techniek en technologie. Het is dus niet nieuw. Maar door technologie voor ons brein te ontwikkelen, wil Musk een wel heel spectaculaire sprong vooruit maken. Als we de volgende grote stap willen zetten in het verbeteren van ons lichaam, dan zullen onze hersenen daarin een sleutelrol spelen. Maar hoe ziet die toekomst van onze hersenen er dan precies uit? Worden we dan echt cyborgs? Activated. Dit is een kunstmatige teen. En niet zomaar één. Deze teenprothese was van een Egyptische vrouw die leefde rond de tijd van de farao Toetanchamon. Je zou ze de eerste cyborg kunnen noemen. Want een prothese is niet meer dan een kunstmatige verbetering van ons lichaam. Dit exemplaar, 3000 jaar oud, is gemaakt van hout en leer. Gek genoeg waren onze moderne protheses tot een paar jaar geleden niet eens zo verschillend van die uit Toetanchamons tijd. De mechaniek is een stuk versoepeld en de materialen zijn moderner, maar het bleven niet meer dan onbewegelijke aanhangsels van ons lichaam. Mensen met een amputatie krijgen typisch een klassieke prothese. En dat is eigenlijk niet zoveel geëvolueerd sinds bijvoorbeeld die houten en leren toestanden die de Egyptenaren kregen aangebond. En zeker niet bijvoorbeeld sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat is hier het probleem aan? Die enkel kan niet bewegen. En men kan het vergelijken met stappen met gesloten skilaarzen. Dat gaat ook veel trager, vergt veel meer energie. Veel mensen met een kunstbeen krijgen op termijn bijvoorbeeld last van hun rug of heup. Gelukkig worden onze protheses de laatste jaren in hoog tempo beter. Maar waarom heeft dat nu zo lang geduurd? Dat heeft alles te maken met de enorme complexiteit van onze gewrichten. Die zorgen voor ondersteuning, maar samen met onze spieren geven ze ons ook extra kracht. We kunnen die kracht nabootsen met robotische protheses, maar het blijft een gigantische uitdaging. Er bestaan gewoon geen motoren die genoeg kracht opwekken en tegelijk klein genoeg zijn om in een prothese te stoppen. Om een vergelijking te maken, als je twee bakken bier op je hand plaatst, het koppel of de krachten die de schouder moeten leveren, is wat een enkel elke stap genereert. En dat maakt dat die elektrische motor zo zwaar wordt dat de rest van je lichaam moeilijkheden heeft om elke keer die prothese mee te sleuren. Letterlijk wandelen met een blok aan je been. Een handvol bedrijven wil daar verandering in brengen, waaronder het Belgische Axiles Bionics van de VUB. Dat ontwikkelde een prototype voor een baanbrekende robotische voetprothese. Die maakt gebruik van een klein motortje en een veersysteem dat energie kan opslaan en explosief weer kan lossen. En dat kan ik vergelijken met een kruisboog. Ofwel ga je een pijl gooien met heel veel kracht, maar ver ga je niet komen. Veel slimmer is een kruisboog te gebruiken, waar je geleidelijk energie in de kruisboog in die veren gaat plaatsen en dan, wanneer je wilt schieten, dat mechanisme losmaken. En dat wordt door deze motor gedaan. U ziet, veel kleiner, maar als reden, deze motor gaat geleidelijk deze veer opspannen. Als de hiel van de grond komt, komt al die energie in de voet. Als het bedrijf deze prothese met succes op de markt brengt, dan is dat een fikse stap vooruit in de ontwikkeling van voetprotheses. Een schot in de roos? Nog niet helemaal. Eén probleem blijft onopgelost. Dat van de fijne aansturing. Ontwikkelaars van robotische handen weten al langer dat we voor fijne motoriek nog iets nodig hebben buiten kracht en goed werkende gewrichten. Gevoel. Beeld je in dat je een Rubik's kubus moet oplossen met een gevoelloze hand. Je bewegingen mogen nog zo goed zijn, het is een bijzonder moeilijke opdracht als je de kubus niet echt voelt. Maar om dingen te voelen in je hand, moet er informatie heen en weer reizen tussen je hand en je hersenen. We moeten dus een manier vinden om protheses te doen voelen.
Ze moeten de informatie van onze tastzin kunnen opnemen en doorsturen naar onze hersenen. En tegelijk moeten onze hersenen informatie kunnen terugsturen naar de kunsthand. Pas dan hebben we protheses die echt op ledematen lijken. Is dat ook realistisch? Wel, de eerste voorzichtige stappen met hersengestuurde protheses zijn al gezet. En ontwikkelaars bekijken volop hoe het nog beter kan. En ze zijn niet alleen. Op 26 maart 2018 slagen Belgische artsen van het UZ Gent erin een 72-jarige blinde vrouw na jaren weer te laten zien. Ik zie dat er hier iets staat en dat dat een beetje overkomt, dus dat moet die koffiekan zijn. Dat doen ze met een soort kunstoog of bionisch oog. Dus bionisch oog is eigenlijk een heel systeem die bestaat uit drie componenten. Dit is dokter Fanny Nerings, de oogarts die de operatie uitvoerde. Het eerste gedeelte is een camera in het centrum van een bril. Dus de patiënt kijkt niet met de ogen, maar het is enkel dan de camera die beelden opneemt. Die beelden worden dan opgestuurd naar een minicomputer. Die gaat dan de beelden omzetten in een digitaal signaal. Het signaal wordt dan teruggestuurd naar de bril. En dan komen we aan het derde element. Dat is een element die op het oog geplaatst wordt. En die communiceert dan met 60 elektrodes. En die 60 elektrodes liggen op het netvlies. En zo wordt het netvlies terug gestimuleerd. En dan doet het lichaam de rest. Het netvlies stuurt de signalen via de oogzenuw naar de hersenen, waardoor de vrouw dus beelden kan zien. Voorlopig zijn dat nog hele vage beelden, zoals grote vormen of het contrast tussen licht en donker. Het grootste nadeel van deze techniek is dat het nog altijd de zenuwen van het oog nodig heeft. Als die beschadigd zijn, dan werkt het niet. De volgende logische stap is dus om de zenuwen van ons lichaam over te slaan. Het Amerikaanse bedrijf achter de bionische ogen van het UZ Gent ontwikkelt op dit moment een implantaat dat de hersenen rechtstreeks prikkelt. Ook hier zit de sleutel dus in ons brein. Verschillende ontwikkelaars van hand- en voetprotheses hebben daar hun zinnen op gezet. Net zoals Elon Musk en zijn Neuralink. Musk ziet het trouwens nog veel groter. Zijn einddoel is om ons brein over te nemen. Niet voor niets neemt hij de term brain machine interface zo vaak in de mond. Hij wil in onze hersenen zoveel mogelijk informatie registreren en ze tegelijkertijd ook gaan stimuleren. Dat wil hij bereiken door elektrodendraden in te brengen. Minuscule draadjes, een tiende van de dikte van een menselijk haar, die de activiteit in onze hersenen kunnen meten en stimuleren. Dat lijkt misschien science fiction, maar de doorbraak is dichter dan je denkt. Ja, hersenonderzoek en hersenbehandelingen staan nog altijd in de kinderschoenen, maar die zijn toch al een aardig eindje ingelopen. Al sinds 1997 hebben sommige Parkinson-patiënten bijvoorbeeld elektroden in hun hersenen die het beven onder controle houden. Niet onlogisch dus dat bedrijven zoals Neuralink proberen om ons brein te ontcijferen. Als we erin slagen om onze hersenen en machines te laten samenwerken, of zoals Elon Musk het noemt, succesvolle brain-machine interfaces te maken, dan ligt de weg naar een cyborg-toekomst helemaal open. Een toekomst met bionische ogen en robotische ledematen en wie weet zelfs met een kunstmatig geheugen. Nu, daar is nog heel veel ontwikkeling enerzijds voor nodig. Anderzijds zijn er ook wel wat ethische aspecten daaraan verbonden. Gaan we nog zomaar aan een examen mogen deelnemen? Of deelnemen aan de Olympische Spelen. Dus enerzijds nog heel wat ontwikkeling nodig, anderzijds heeft dat ook wat ethische, sociale vraagstukken die we daarvoor moeten oplossen. Al zal dat misschien ooit wel de volgende stap zijn, want ook dat zullen we als mensen altijd nastreven. De beste, de slimste, de sterkste versie van onszelf willen zijn. Zeker als het van deze man afhangt. Als je meer video's zoals deze wil zien, vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal.